Yo mensen van Doobah Gamer, leuk jullie kijken naar een nieuwe Survival Island video. Ik hoop dat jullie er weer zin in hebben. Ik ga gelijk even iemand op de Wall of Fame zetten. Of in de Boeken Fame, sorry dat ik het weer vergeet, want anders krijgen we dat weer. En degene die erin komt, ik had het eigenlijk al een beetje bedacht. Het is namelijk Thomas Bussink. Dat is namelijk iemand die ik vaak in de reactie zie, dus Thomas Bussink. Wil jij nou op de Wall of Fame en ben je nou een DMG'er? Stuur me desnoods een berichtje via Twitter. Stuur me een e-mailtje, stuur het me via Facebook. Dan kan ik zien dat jij een echte DMG'er bent en dat jij het echt verdient om in de Boeken Fame te komen. Dat wou ik gewoon even zeggen. Dus, aan het eind van de episode moet ik niet vergeten om iets in mijn dagboek te schrijven. Maar wat jullie natuurlijk allemaal op wachten is mijn eerste keer deel 2, om het even zo te zeggen. Ik ga namelijk iets enchanten. Dat is namelijk dit. Een diamond shovel. Maar eerst ga ik even pitten, want het wordt nacht. Of het wordt dag. Het wordt nacht, denk ik. Of het wordt net dag en dan kan ik alsnog slapen. Maar in ieder geval, laat even een duimpje achter. Ik zou het namelijk super vet vinden om weer lekker veel duimpjes op deze video te zien. Als jij een duimpje achterlaat, maak je natuurlijk ook kans om in bellen met kijkers te komen. Dat doe maar games hier waarbij ik mijn kijkers ga bellen. En ik zou het gewoon heel tof vinden, want ik neem dit allemaal achter van tevoren op. En ik ben op dit moment eigenlijk in Ede aan het chillen. En heel veel opnames voor jullie aan het doen. Maar toch neem ik dit nog op. Ook al hoeft het niet. Maar toch doe ik het omdat ik zoveel om jullie geef. Dus vandaar. Oké. Okay. Je moest 4 keer klikken, geloof ik. 1, 2, 3, 4. Dat zeggen ze. Oh yeah! Een breaking 3 en een efficiency 3. 4. Let op, mensen. Let op. Oh, ik hou hier zo van. Nou, op deze manier is het zo makkelijk om dit eilandje gewoon op de juiste hoogte te krijgen. Dus ga deze episode het eilandje helemaal perfect maken zoals wij willen. Want jullie zouden namelijk, je moet een boom in een rijtje doen. Je moet de farms goed doen. Zodat het een heel perfect eilandje wordt. En ik dacht van, ja, als jullie dat willen, weet je. Nou, dan doe ik dat. Dus vandaar. Ik heb er heel veel zin in. Oké, eerst gaan wij eerst even dit allemaal dumpen. Want we hebben nu allemaal troep bij ons. En dat willen we niet. Nee, want we willen alleen onze schep hebben. Want we hebben namelijk zo meteen nog meer troep. Ik moet eerst een chest maken, denk ik. Ik maak eerst even nog een chest. Zo, 3 chesten. Heb ik nou 3 chesten? Ja. Zo, die zet ik even hier neer met troep. Ik ga niet ordenen. Fuck the shit. Zo. Zo, ik neem echt alleen maar even mijn goede tools mee, zeg maar. De tools die ik echt ga gebruiken. En natuurlijk mijn eten. Dat is ook dan belangrijk. Zo heb ik echt niet nodig. Zo, oké, perfect. Wacht. Jou heb ik nodig. En nu moeten we alleen nog even een boog gaan enchanten, een bel gaan enchanten. Ik wil eigenlijk wel alles enchant hebben. En kijk, we gaan natuurlijk nu ons eilandje perfect maken. En wat ik wil, is ik wil het allemaal op de hoogte van mijn huis hebben. Dus, dan moet er echt enorm veel weggehaald worden. Dit is dan ook niet goed, hè. Of we moeten ons huis iets hoger maken. Ja, dat is denk ik nog wel het beste zelfs. Want dan, anders is het niet goed. Dan kunnen we het namelijk op deze hoogte laten. Op welke hoogte zullen we het doen? Ik denk op deze hoogte, waar de farms zit. Anders moeten we de farms weg gaan halen. Dat lijkt mij wel het beste, denk ik. En ja, dat moet ook wel, want dit zit ook allemaal op die hoogte. Dus dan moeten we het huis even iets omhoog gaan doen, zeg maar. Dus dan moet het... Dit mag gewoon allemaal weg. Zo. Ja, hij gaat super snel natuurlijk met deze pik. Met deze schep. Wacht even, mensen. Ik moet het natuurlijk niet helemaal gaan verkutten. Zoals ik nu aan het doen ben. Dan moet het huis. Dit mag dan zeg maar dichtgemaakt worden. Want we moeten dus echt helemaal perfect doen. Want jullie wouden een perfect eilandje. Dan krijgen jullie een perfect eilandje. Jullie krijgen wat jullie willen. Vond ik ook wel een heel leuk idee trouwens. Voor de mensen die denken van ja, joh, vind je het nu leuk dan? Tof idee dat jullie een perfect eiland willen. Ik vind het ook wel leuk, denk ik. Dan hebben we zeg maar hier gewoon een trapje. Dan hebben we gewoon een iets hoger huis. Maakt niet uit. Zo. Oh, ik heb niet eens genoeg. Dit mag toch allemaal nog weg. Zo. Oh, dit gaat zo enorm lekker snel, hè. Perfect. Dit gaat enorm lekker snel. Dat ding gaat ook amper kapot, omdat we een breaking 3 erop hebben. Dat is ook echt super chill. Dan moeten we zeg maar even zo doen, ja. Dan moet dit even dichtgemaakt worden, zo. We gaan namelijk een perfect eilandje maken. En ik hoop dat jullie een duimpje willen achterlaten voordat ik dit aan het doen ben. Zo. En dan moet hier even een ster komen te staan. Kutzooi. Wat heb ik nodig? Een bel eigenlijk heb ik even nodig. Nou, ik doe eerst even... Kutzooi. Ik krijg geen steen, joh. Oké, dan moet ik even een ster hebben. Van steen. Zo. Ik heb ook even een bel nodig, bedenk ik me net. Die heb ik hier nog. Ja, die is een beetje kapot. Heb ik sticks? Kutzooi. Heb ik helemaal geen sticks? Hout misschien. Ook niet. Helemaal niks. Maar dan komt het later wel. Eerst even deze ster hier doen. Kijk, dan kun je zeg maar heel erg makkelijk naar binnen en naar buiten. Want dan moet hier nu de deur komen. Kijk, dit is in principe niet eens lelijk. Het is goed. Alleen dit zou ik dan even... Kan ik denk ik beter heel even gaan doen. Dit kan ik beter even weghalen. Dat doe ik dan even met mijn Silk Touch pickaxe. En dan kan ik daar beter even steen doen. Of ziet dat er niet mooi uit. Nou, het ziet niet mooi uit vergeleken de andere. Dit is goed. Dat is... Zit niet goed, hè? Of wel? Nee, dat hoort niet zo.
Ik moet hem er vanaf buitenaf inzetten, denk ik. Nou, dat komt goed. Dat komt goed. We gaan een heel perfect eilandje creëren, mensen. Oh, dat kan niet, ouwe. Dan weet ik een ander idee. Dan heb ik een ander idee. Wacht maar, mensen. Het komt helemaal goed, dit. Zo. Ja. Heb ik hout? Ik geloof dat ik hout ook. Ik weet al waar ik hout in had gedaan. Hier. Ja, eentje. Dat is perfect. Dat moet namelijk dan hier zo. En dan deze hier. Kijk, en dan kan ik deze goed zetten. Kijk, nu hebben we gewoon een goede vormgeving. En dan zouden we dit ook nog even zo kunnen doen. Nee, dan lijkt het op een bank. Dat wil ik niet. Dit is goed. Zo, eentje is goed. Oké, dus dat is perfect. Dan hebben we dit nu op de goede hoogte gezet. Dat hebben we gewoon makkelijk kunnen doen. Dan moet dit even weg. En dan moet dit alles moeten we opvullen. Want we willen namelijk een heel perfect eilandje. Tenminste, dat is wat jullie bouwden. En als jullie iets willen, dan ga ik dat fixen. Want jullie zijn de kijkers. En jullie zijn heel belangrijk voor mij. Dit zit nu allemaal op de juiste hoogte. En het ziet er al heel erg netjes uit. Echt. Zo. Hoe ga ik dit doen? Kan ik dit het best, zeg maar... Ja, dan vraag je me wat. Ik denk zo. Zo. Ja, het moet wel op deze hoogte. Dus hoe gaan we dat dan het best doen? Nee, ik denk anders. Je moet het echt helemaal dicht maken, zeker. Ja, zo moet het. Voordat het echt lukt. Oh man, dramatic dit. Kunnen we het niet gewoon helemaal weghalen, dit? Dan moeten we even dit helemaal zo wegdoen. Maar ja, in ieder geval, mensen. Dat is wat jullie bouwen. Jullie zijn namelijk, zeg maar, Job, je moet echt even een perfect eilandje maken. En ik ben best blij dat we dit mooie gedeelte nu hebben. Of mooie gedeelte. Dat we nu zoiets moois hebben al. Het moet echt helemaal perfect opgevuld worden, zo. Kut, ik heb niet meer genoeg. Zo, en dan, als het goed is, kan dit nu allemaal weg. Zo, heb ik het nog. Ik heb nog dirt, nice. Zo, zit het dan op de goede hoogte, dit? Ja, dit zit nu allemaal op de goede hoogte. Zo, en dan hebben we hier alleen nog een klein probleempje. Zo, zo. En dan moeten we die brug... Ja, kijk, jullie wouden het allemaal perfect hebben. En ik begrijp het ook, dat is ook leuker om dan ook echt een... Als we dan ooit een map download gaan doen of zo, dan ziet het er echt helemaal perfect uit. Dat is natuurlijk super vet. Wacht even, op welke hoogte? Ik moet ja, dit moet allemaal... Oh, dan moet die steiger hoger. Of hoeft dat niet? Nee, dat hoeft niet per se. Het hoeft niet allemaal op dezelfde hoogte. Alleen, dan kunnen we die steiger, kunnen zeg maar met stairs. Kunnen we dat, met houten stairs kunnen we dat mooi maken. Maar dit is in ieder geval hoe het gaat. Of nee, dit moet juist weg. Oh, die steiger zit wel op de juiste hoogte dan. Ja. Ja, die steiger zit wel op de juiste hoogte. Oh, kijk even verkeerd. Zo. Hoppakee. Ja. Het begint al ergens op te lijken, mensen. Fishershi is toch niet zo dom idee geweest. Kijk, hij gaat ook gewoon niet kapot, die schep. Zo. Zo. Ja. Oh yeah. Fast. Dit ding gaat ontiegelijk snel. Holy moly. Kijk, het zit nu... Kijk, het ziet er echt al een stuk beter uit, mensen. Het ziet er echt... Zonder die hobbels... Het ziet er echt een stuk beter uit. Ik moet eerlijk toegeven. Jullie hebben echt helemaal gelijk. Dit ziet er al tot nu toe. En dan ben ik echt pas 5 minuten hiermee bezig of zo. 10 minuten, ik heb geen idee. Maar het ziet er echt al een stuk beter uit. Het eilandje begint al een klein beetje vorm te krijgen. Zo. En dit is niet erg. Dat het natuurlijk is, is het niet erg. Kijk, dit is goed zo. Dit weg. Oké. En dan moet dit natuurlijk nog allemaal op de juiste hoogte. Ah, dit moet aardig lukken. En die bomen die moeten we weghalen. Maar daarvoor ga ik de volgende episode, dus morgen, dan is het maandag, ga ik naar Nen om heel veel experience te krijgen om een bel te gaan enchanten. Want wat kan ik dan doen? Die maandag neem ik zeg maar wel op de dag zelf op. Maar dan kan ik dus eindelijk een bel enchanten, zodat ik die bomen ook heel snel weg kan halen. En dan kan ik letterlijk alles heel snel weghalen. Het zand met dit, het steen met dat en yada yada yada. En allemaal paadjes. Oh ja, jullie zeiden ook dat er allemaal paadjes moesten komen. Die ga ik ook nog allemaal maken. Oh man, dit is zo ontiegelijk moeilijk. Of nou, moeilijk niet, maar om dit allemaal weg te krijgen. Veel werk. Zo, hoeveel stacks heb ik al? Heel wat. Dit moet ook allemaal nog even anders. Of ik kan hier ook wel een hele mooie cave van gaan maken. Het gaat allemaal nog heel mooi worden, mensen. We gaan het allemaal zo inrichten dat het echt een prachtig iets wordt. Dat het echt helemaal perfect wordt. En dit moeten we dan nog ook maar even gaan fixen. Moeten we gewoon even iets erbij gaan maken. Zo. Oké. Yeah, bitches. Dit is perfect. En efficiency 5 hierop, dat is nog erger. Terwijl dit al echt vreselijk is. Of nou, vreselijk nice natuurlijk. Maar gewoon al heel erg snel gaat. Zo. Oh yeah.
Maar het begint al ergens te lijken, mensen. Ik moet eerlijk toegeven, ik had niet verwacht dat het zo mooi uitziet. Want jullie zouden tegen mij, ja Job, je moet het allemaal mooi gaan maken. En ik dacht, daar heb ik geen zin in. Maar het is eigenlijk ook nog wel leuk om te doen. Want jullie zien ook echt een hele transformatie over een paar episodes. Eigenlijk nu al eigenlijk al. Want ik moet zeggen, dit ziet er al echt een stuk mooier uit. En ik heb natuurlijk wel zo meteen mijn hele inventory vol zitten met dirt. Maar dat is niet erg. Ik bedoel, dat is nou eenmaal zo. Kijk dan. Wat een berg is dit, ouwe. Ik denk dat we nog wel eens een keer zo. Dan zouden we nog een. Nee, de schep is nu pas voor een kwart. Of nee, 1/10 weg. Want dit hebben we al helemaal prachtig mooi vlak kunnen maken. Het ziet er al zo overzichtelijk uit op dit moment. Dan moeten we nog wel een heel gedeelte. Maar kijk, dit is dus hoe het gaat worden. Leuk idee, mensen. Leuk idee. Is dit mijn Fishy 4 pickaxe? Ja, dit is mijn Fishy 4 pickaxe. Dan moet ik dit even weghalen. Dit gaat uiteindelijk allemaal een gravelpaadje worden. Dus we moeten al heel veel gravel hebben. Dan gaan we allemaal van die mooie gravelpaadjes maken. Allemaal bruggetjes naar elkaar toe. Wordt echt mooi. Ik ga het echt prachtig maken, mensen. Geloof me. Dat wordt echt een hele aanwinst of een hele aanzien voor het oog. Of hoe zeg je dat ook alweer? Jullie begrijpen wat ik bedoel. Zo. Hoppakee. Yeah. Ja, het begint al ergens op te lijken. Hoppakee. Ja, ik denk dat we hier nog wel eens iets heel erg moois mee kunnen. Oh, nog een kool ook. Dat is helemaal mooi. Ik bedoel, dat is nooit verkeerd. Oh my god. Dit is zoveel zand. Bijna mijn hele inventory vol zitten met stacks met zand. Wat gaan we met dat zand doen, mensen? Even seriously, wat gaan we met dat zand doen? Je kunt er wel leuke dingen mee doen, denk ik. Misschien kunnen we er een enorm dirt beeld van maken of zo. Ik heb echt geen idee. Zo. Ah, dan moeten we dit ook nog allemaal even weghalen. Maar gelukkig hebben we daarvoor een efficiency 4 dingen. Dat is ook prachtig om te doen, om te hebben. En dit is de mobspanner. Ah, oh man, het ziet er zoveel beter uit, mensen. Ik moet eerlijk toegeven. Nou, zoals ik al heb verteld, ik neem alles achter elkaar op. Op dit moment zit ik waarschijnlijk lekker in Ede. En dan ben ik voor jullie allemaal leuke dingen aan het opnemen. Want ik bedoel, dat heb ik over voor jullie. Want jullie zijn echt grote bazen. En ik neem dit allemaal van tevoren op. Omdat ik dus geen tijd heb wanneer ik in Ede ben. Heb ik mijn computer niet bij. Met mijn laptop lekt heel erg. En ik heb mijn microfoon er niet. Dus dan kan ik zeg maar niet al die dingen opnemen. Maar ik wou jullie natuurlijk niet zonder. Zonder Survivor Island laten zitten. Ik zei het in het begin wel. Maar achteraf gezien dacht ik van nee, dat kan ik eigenlijk niet maken. Jullie zijn namelijk zulke baas. Jullie laten altijd zoveel likes achter. En stel voor, er komen echt op elke. Stel voor, er komt op deze video weer heel veel likes. En op de vorige video is er ook heel veel likes gekomen. Dan ga ik dit vaker doen. Stel voor, ik ben dan een keer een weekendje weg. En dan ga ik niet zeggen van er komt geen Survivor Island. Maar dan ga ik het alsnog opnemen. Dus dat ligt helemaal aan jullie. Laat lekker veel like achter. Niet in je eentje, maar gewoon deel met je vrienden. En met iedereen die ook maar een klein beetje Minecraft kent of speelt. En dan ga ik dit gewoon vaker doen, want ik vind het hartstikke leuk. Oh, dit ziet er zoveel beter uit. Alleen die berg, hé, dat is echt fokt. Maar, ja, weet je, dat is nou eenmaal zoals het is. Het is gewoon een huge berg en dat is vervelend. Alleen, kijk, het is ook echt een klusje. Alleen, we hebben zo'n goede schep en dat is super chill. Want met deze schep kunnen we het echt, ja, dan is het gewoon perfect. Als ik nou de Enchanting Plus mod hiervoor kon krijgen, had ik dat gedaan. Enchanting Plus mod is namelijk een mod waarbij je de enchantment zelf kan kiezen. Dan kost het wel gewoon XP, alleen je kunt ze zelf kiezen. Dat is natuurlijk super chill. Alleen die mod heb ik niet, dus dat is wel jammer. Ah, kijk, dit ziet er perfect uit, mensen. Ja, perfect. Het ziet er al echt heel erg mooi uit tot nu toe. The road to perfect. Zo. Op, 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 op. Op, 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 op. Zo. Hoppakee. Ja, kijk. Het stromende water moet alleen nog even weg. Zo, dit moet nog even weg. Dit ziet er echt al heel erg mooi uit. En dan moeten we natuurlijk deze hele rij hier nog weghalen. Met al die shizzle de magnizzle. Oh, dit is echt. Die berg wordt echt de grootste kawaii. Die berg, mensen, dat wordt echt een drama. Maar dat maakt mij niet uit. Ik bedoel, ik vind het hartstikke leuk om dit voor jullie te kunnen doen. En we hebben al bijna alles weggehaald. Oké, nu ga ik even een korte pauze nemen. Ga ik nog even wat koeien en shit boeien. Nog even wat leuke dingetjes doen. Dit is ook hartstikke leuk natuurlijk. Want hierdoor krijgen we ook een heel mooi eiland uiteindelijk. En dat hebben we nu al bijna. En nu, ah, tenminste, ik vind hem al een stuk mooier geworden. In één episode is er al echt een hele transformatie te zien. En natuurlijk moeten we dit nog allemaal weghalen. Maar kijk, dit is gewoon al zo prachtig mooi vlak. Dan heb je wel echt gewoon het idee dat je gewoon echt een goed, mooi georganiseerd eiland hebt. Zo ga ik het dus ook doen met die netherportal nog. En dat boompje, dat staat eigenlijk ook wel weer leuk. Maar, oh mijn god, ik moet echt even alles in deze chest dumpen, denk ik. Zo, want ik heb enorm veel dirt dus. Dat had ik niet verwacht, zoveel dirt. Maar het is nou eenmaal zo. Oké, ik heb dus even wat golden carrots nog nodig. Als ik nou wat bone meal zou hebben, weet je. Dat zou chill zijn. Dan kan ik het namelijk even snel laten groeien. Ik vind het namelijk leuk om meer paarden te hebben. Vind ik altijd wat chill. Had ik nog een bone? Hier heb ik nog een bone. Hier heb ik nog een golden carrot. Nou, oké. Oké, dan kunnen we dat sowieso nog even gaan doen. Snel wat paarden breeden. Er zit hier nog wat in. En we hebben trouwens nog andere dingen. We hebben trouwens nog steeds eggs, hè, die we moeten gaan gebruiken.
Dat weten we niet eens, maar dat hebben we nog wel. Oké, ik heb 2 bonenhills genoeg. Zo, hoef ik eigenlijk 3, perfect. Dan kan ik er in ieder geval weer 2 gaan boeien. Heb ik nog goud, golden ingots. Heb ik die allemaal ingedaan, ouwe? Ik doe alle dingen weg en ik weet niet eens waarin ik ze doe. Moet je nagaan, dat is zo stom. Golden ingots. Zal ik ze hier nou in zitten? Nee, ja, hier zijn er nog een paar. Maar waar heb ik nou al mijn golden ingots gelaten? Holy shit, ik had veel meer ingots. Nou, hiermee kan het niet. Ik had enorm veel golden ingots. Heb ik die dan toch hierin gedaan? Ja. Ja, dacht ik al. Of niet? Ja. Ik wou net zeggen, want dan ben ik al mijn ingots in één keer kwijt. Dat is helemaal kut. Zo. Hoppakee. Hoppakee. Oké, prachtig. Oké, dan gaan we nu even die dingen boeien. Dat is natuurlijk super chill om daar lekker veel paarden te hebben uiteindelijk. En welke waren dat ook alweer? Welke hebben een zadel? Jij hebt de zadel. En welke nog meer? Jij hebt de zadel. Jij hebt de zadel. Oké, die gaan dus boeien. Ja, we hebben dus allemaal van die verschillende soorten paarden. De meeste zijn wit en dat is hartstikke leuk, want dat vind ik gewoon tof om te doen. En zo kunnen we dan lekker veel paarden krijgen. En dan wil ik je dan even kijken voor deze video. In deze video hebben we dus de road to perfect. Dus eigenlijk een soort van weg naar de perfectheid van mijn eiland. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Laat een duimpje achter als dat het geval is. En dan zie ik je nog een keer weer. Later.